Nu de verloren wedstrijd tegen PSV achter de rug is, mag FC Groningen zich opmaken voor de volgende lastige wedstrijd tegen koploper Ajax. Groningen kreeg maar 4 schoten tegen afgelopen woensdag, maar toch vlogen 3 daarvan in het net. Aanvoerder Mike de Wierik is blij met de goede statistieken van de achterhoede, maar ziet kansen voor verbetering. Ja, we hebben, weet je, de statistieken zeggen natuurlijk niet altijd wat, maar we staan ook in de top van de minste kansen weggeven, minste schoten tegen. Alleen het percentage daarin, de schoten die wel op goal gaan bij ons, wat erin gaat, is wel heel hoog. Dus daar zullen we toch aan moeten werken. Over het algemeen staat de defensieve organisatie best goed met het team. Maar goed, het is wel zuur inderdaad dat je dan toch 3 tegengoals krijgt. Oud-Ajax-ziet Deo Vaizio Zeefuik weet dat het morgen net als tegen PSV geen makkelijke wedstrijd wordt. Ja, het zijn gewoon allebei 2 topploegen, dus we benaderen ze eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik speel nu al voor de 3e keer tegen Ajax, dus het gevoel is wel... Ja, het is gewoon is niet meer zoals in het begin natuurlijk. Je speelt gewoon een wedstrijd die je gewoon goed wil spelen als team zijn en ik zelf ook. Dus de benadering is gewoon hetzelfde. Ook de Wierik weet dat er in Amsterdam weinig te halen valt. Toch gaat hij met goede moed de wedstrijd in. Ja, nog nooit verloren bij Ajax, dus vol goede moed. Nee, ja, natuurlijk, weet je, Ajax, kijk, PSV is een goede ploeg, alleen een totaal andere ploeg dan Ajax. Ajax is echt van voetballen, achteruit voetballen, inspelen, opbouwen, om zo tot kans te komen. Ja, als je PSV toch een beetje onder druk zet, kies je toch iets eerder voor de lange bal. Maar goed, nogmaals, ja, als PSV ook gewoon zelf veel kwaliteit heeft. En ja, ik denk dat Ajax nog meer kwaliteit heeft uiteindelijk. Vorig jaar ook bewezen, denk ik. Dus we kunnen ons bos nat maken. Het is gewoon een goede ploeg, wat ik zei. En ja, dat zal gewoon een lastige wedstrijd worden. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam begint morgen om 17:15.